Voor DVS TV staat daar de volgende keeper in dit geval. Wie is dat? Mijn naam is Dien Bredewold en ik kom uit Wezep inmiddels. Wezep? WHC? Ja, denk ik dan gelijk aan. Ja, dat klopt inderdaad. Nee, ik ben verhuisd. Ik woonde altijd in Epe. En nu inmiddels woon ik een maandje of drie samen met mijn vriendin in Wezep. Kijk eens, hey, je hebt altijd gekiept, je hele leven lang? Ja, klopt inderdaad, heel leven gekiept. Ik ben begonnen in de jeugd bij SV Epe. Daarna ben ik snel gepikt door Vitesse, heb ik daar in de jeugd gespeeld. Toen ben ik daar op een gegeven moment gestopt, ben ik om 16 in het eerste gekiept bij Vios, Fase. Ja. Ik ben er vooral even kort terug geweest bij Epe. Vanuit Vios ben ik naar PEC Zwolle gegaan. En bij PEC heb ik een jaar of drie gekiept, tot in de belofte. Vanuit daar de stap gemaakt naar DVS. Van DVS weer naar CSV Apeldoorn. Daar 4 jaar gespeeld. En inmiddels weer terug bij DVS. Dus de cirkel is weer rond. Hele carrière, inderdaad. Hey, vroeger deden wij altijd een partijtje, weet je wel, op zo'n veldje. En dan ongeveer een van de laatste. Ga jij maar op doel, weet je wel. Zo, maar wat is de aantrekkelijkheid van het keeper? Dat bedoel ik eigenlijk met dit verhaaltje wat ik daarnet zei. Ja, ik denk vooral dat toen ik jong was, dat we met de vriendjes gewoon speelden. En dat we met z'n allen voetbal gingen. En dat iedereen die vond het leuk om achter de bal aan te rennen. En ik was daar denk ik toen al te lui voor. En dat ik dacht van ik lief op goal staan, ik hou ze wel tegen. En zodoende een beetje. Ik vind het gewoon leuk om te keepen. En zo heb ik die hobby gekregen denk ik. Zo is het doorgegroeid en nu inmiddels 25 jaar verder en nu sta ik hier. En je hebt natuurlijk je voetbalkwaliteiten ook behoorlijk moeten aanspreken, want voetballende keeper is tegenwoordig natuurlijk wel heel belangrijk. Die vraag stelde ik aan Rick ook. Ja, ik denk dat ze misschien tegenwoordig daarin zelfs een beetje doorslaan. Dat het wel erg allemaal mooi moet en voetballen moet. Maar ik denk vooral hier bij DVS dat je zeker wel goed moet mee kunnen voetballen. Dat ik die basis ook zeker heb. Ik denk dat Daan Huiskamp daar vorig jaar top in was. Het zou mooi zijn als ik daar ook nog stap in kan maken en daar nog steeds beter in mag worden. Precies. En wordt daar tijdens de trainingen van Aart Foppen ook aandacht aan besteed? Ja, neem aan van wel. Ja, zeker. Zeker mijn Aart die pakt eigenlijk alles aan. Die zit er vrij kort op en we trainen hard. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Toen jij bij DVS keepte, had je dus te maken met je grote concurrent Daan Huiskamp. Paul. En ook Paul Epping. Paul. Ja, maar Daan was toen bij Genemuiden even. Ja, klopt. Daar was net Paul Epping, ja. Hey, toen ben je naar CSV Apeldoorn gehad. Volgens mij heb je daar mooie jaren gehad. Je een keer gepromoveerd en een keer gedegradeerd. Ja, laatste is helaas jammer. Als je zo weggaat, is natuurlijk balen. Maar ik heb verder daar echt een super tijd gehad. Eerste jaar zonder Jeroen Burghout. Ja, was ook mooi. Maar toen ging eigenlijk daarna, na dat jaar, gingen heel veel spelers weg. Toen kwam de corona kwam nog. Er kwamen heel veel nieuwe spelers terug. Er kwam Jan Kromkamp, trainer, samen met Jan Michels. Super aardige mensen, goede trainers. Daar kan ik geen slecht woord over zeggen. De club verder ook niet. Het was allemaal super tijd gehad. Met het hoogtepunt natuurlijk het kampioenschap. Was prachtig. Echt super mooi. Ik heb er denk ik in het veld en buiten het veld heel veel van opgestoken. Vooral ik ben een stuk volwassener geworden. Maar ook keepend ben ik beter geworden. Ik denk als je gewoon in een aantal jaren heel veel speelt, dat het helemaal beter is. En ik denk vooral als keeper zijn, dan moet je gewoon vooral heel veel spelen. En dat heb ik de laatste jaren gedaan, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Hey, je hebt hier wel te maken met een behoorlijke concurrent ook, hè? Rick van Nuenen. Ja, zeker weten. Rick is een goede keeper. Heeft ook zijn eigen dingen waar hij goed in is. Ik ook. Het is alleen maar gezond. Het is alleen maar goed, hè? Het is alleen maar goed. Zeker, is alleen maar goed. En ik denk ook dat bij een club als DVS dat het ook gewoon normaal is dat je 2 goede keepers hebt. Dus. Hey, ben jij benaderd geworden door DVS? Ja, klopt. Ja. En daar hoefde je niet zo heel lang over na te denken? Nou, ook wel. Kijk, je laat toch iets achter. Ja. Wat ik zeg, als je het ergens super erg naar je zin hebt en dan gewoon goed zit. Dan is het altijd lastig om er weg te gaan.
Ik wist ook hoe het hier was in mijn eerste tijd. Ik heb er wel een week of twee toch wel rustig over nagedacht. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van nou, dat is toch wel wat denk ik nu het juiste moment om weer te kijken of ik misschien nu die stap wel echt aan kan en kan maken vandaar. Ik hoop dat jullie met z'n tweeën het lekker gaan uitvechten en dat je heel veel plezier beleeft aan deze komende competitie. En volgens mij heb je er zelf ook wel voldoende lol in om hier een goed seizoen te maken, denk ik. Zeker, gaan we doen. Dankjewel.